Hoi, Sjan hier, je videoranger vandaag. Superleuk dat je weer kijkt deze week. Zoals je ziet ben ik in de bush. Bush belooft altijd iets spectaculairs, dus ik ben heel erg benieuwd. Ga ik op zoek naar de verzorger die mij de envelop zal geven. En zullen we wel zien wat het wordt. Hopelijk iets waarmee ik weer een punch kan scoren. Want dat hebben we wel nodig. Ik heb een zorgmaat gevonden en die heeft al een opdracht vast. Dus ik ben benieuwd. Lukt het jou om de juiste vogelsoorten aan de juiste veren te koppelen en deze vogelsoorten ook te vinden in de bush? Nou, mijn vorige was goed, want het wordt denk ik heel lastig. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat lukken. Nou, dan heb ik 3 veren voor je. Mm-hmm. Oeh, een hele lange zwarte. Een hele lange zwarte. Die is mooi. Oeh, een grijzere. Een kleintje eraan, ja. Oh, kijk, een hele kleine roze. Nou, je maakt het me wel moeilijk deze keer volgens mij. Ja, maar om het zo wel makkelijker te maken, heeft Burgers een heel mooi paardkitje. Oh ja, daar heb ik wat aan inderdaad. Heel een klein overzichtje. Ah, top. Zoals bij een, misschien een makkelijker beginnen? Ja. Om even in de flow te komen. Ja. Oké, nou ik zie hier al een roze veer. Een roze veer? Die is erg opvallend. Het is een redelijk groot. Nou ja, deze veer is opvallend en ook roze en roze roodachtig. En hier zie ik wel de rode ibis. En die kleur komt best wel goed overeen met de veer. Maar je hebt een rode tangara. Oh, er zijn nog een andere. Even kijken, deze is ongeveer 13 centimeter. Ja, en die veer is al best wel groot. Uh-huh. Dus dat lijkt me niet. Uh-huh. En deze is 35 centimeter, die rode ibis. Ja, dat kan het best wel een goede veer zijn. Dat is de goeie. Ja? Goed? Dat is de goeie. Oh, goed. Dan hebben we er in ieder geval eentje. Oké, dan hebben we deze hele lange zwarte. Die misschien? Dat is een hele grote Afrikaanse slangenhalsvogel. Oeh, dat klinkt eng. Maar kijk, deze shaman lijkt het. Er is een hele lange zwarte staart. Zou dat hem zijn? Want hij is van 15 centimeter. Groot zal die veer zijn. Ja, die is al wel hartstikke groot eigenlijk, hè? Nee, ja. Dat zal wel niet. Deze, de witkop. Ook wel zwart, maar dat is meer glimmende zwart, denk ik. Schreeuwbeer hebben we ook. En smagrijf, denk ik ook. En deze is ook een beetje te klein. Soms kun je aan een veer zien of het een vleugelpen is of als het een staartpen is. Meestal een vleugelpen. Dan is het aan één kant. Dan is het aan één kant veel smaller dan aan die kant. Ja. Ik denk dat het een staartpen is. Oh, okay. Nou, daar kunnen we misschien wel wat mee. Dus deze is van een staartvogel. Dan ga ik toch wel kijken naar deze hier. Mm-hmm. Die is al 60 centimeter. Dat zou wel eens hiervoor kunnen zijn, want je ziet ook dat die mensen rondlopen. Net als die veer. Dus dan ga ik toch voor de Afrikaanse slanghals. Die is helemaal goed. Ja? Oké, wat mooi. We hebben er nog eentje. Deze. Hij is wel lang. En er is hier nog een klein babytje aan. Ja, dat is gewoon een apart veertje. Oké, aan het einde is hij wat lichter. Mm. Ook weer een grote vogel. Ja, heel groot is hij. Even kijken, hier, deze kroonduif. Zou het eentje van hier kunnen zijn? Want hier zie je ook wel echt dat lichte eindje. En verder grijs. Ook wel een beetje. En het kan ook wel goed een staartveer zijn, want het blijft recht. Uh-huh. En deze vogel is 50 centimeter. Nou, dat vind ik wel goede dingen. Dan ga ik even kijken of ik nog niet iets anders zie. Nou, shiny. Oh, wacht hier. Deze heeft ook nog een lichter einde. Oh. Maar die is maar 13 centimeter. Dus dat lijkt me wel... Wat een leuke naam is die trouwens. Bodebubbel. Nou, dat lijkt me nog niet. Daar ga ik toch voor de kroon uit. Helemaal goed. Ja? Nou, wat mooi. Nou, in ieder geval, dan vind ik het even wel goed. En nu moet ik ze nog gaan zoeken, ja. Nou, dat is een slangenhalsvogel. Waar zal die voorkomen, denk ik? Of waar komt die rode ibis van? Waar houdt hij van? Lijkt me eentje die veel loopt. Mm-hmm. Oh, wacht. Hij heeft een beetje van die flamingo-achtige poten. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij bij het water is. Oké. Okay. Ja? Zullen we die eens bij het water gaan zoeken? Ja. En die slangenhalsvogel? Slangenhals, ja. Dat lijkt me dan zo'n vogel die dan die op zo'n tak bij het water zit te flapperen. Volgens mij heb ik die wel eens gezien. Ja? Oké. En die kroonduif? Die heeft volgens mij daar echt heel erg wel zo'n nest. Maar ik kan me voorstellen dat die zo'n beetje zo rondgobbelt. Ja, dat is meer een loopvogel. Dat is een hele zware duif. Dat is een van de zwaarste duiven van de wereld. Oké. En hij kan vliegen. Ja? Ah, dat heeft hij niet zo vaak zin in. Oké. Ja. Dan gaan we weg met de brug. Zodat we bij het water kunnen kijken of ze daar zitten. Hier zijn we bij het water.
hier ergens zou die dan moeten zijn. Hier bij het water zouden we dus die rode ibis kunnen vinden. Maar het kan ook bovenin zitten. Hè? Ja. Even kijken. Hier bij het water zie ik hem al. Ik heb het idee dat hij echt recht voor me zit, maar dat ik hem gewoon niet zie. Oh, kijk. Daar is hij volgens mij. Daarachter. En welke is dat? Dit is die slangenhals, of niet? Ja. Ah, wat mooi. Op zoek naar de rode ibis. We maken weer gewoon een rondje rond het water, want daar ergens zullen ze waarschijnlijk zijn. Ja, tenzij ze ergens boven de boom zitten, dan wordt het wat lastig om ze te vinden. Oh, daar! Kijk, daar tussendoor. Ja, daar zie je een roze vlek, hè? Oh, wat mooi! Oké, alleen nog de loopvogel. Nou, kijk omhoog. Loopvogel. Ja, die zie ik nog wel eens bij het restaurant ook lopen. Die is niet heel erg schuw. Nee, dat is inderdaad geen schuw. Hij is flink groot, dus ik zou hem niet moeten missen. Ik zie hem nog niet. En die loopvogels, loopt die dan ook gewoon veel over het pad? Want dat zie ik ook wel gewoon. Ja, je ziet ze ook heel vaak over het pad. Oh, hier ook voor ons zit weer naar boven. Hallo. Allemaal ja, ik dacht op even dat de corona het makkelijkste zou zijn. Omdat hij een beetje rondslentert, dan dacht ik dat kan ik ook wel. Maar het is toch nog even lastig hoor. Hé, hey, kijk eens. Daar is hij hoor. Wauw. Nou, we hebben ze allemaal gevonden. Hé, hey, dat is snel eigenlijk hè. Ja, moest wel eens twee wel. Keer lopen voor de kroon door. Ja. Ja, nou ja, het is in ieder geval leuk dat ze allemaal er waren. Ja. Dat ze niet zoals dan weken verstopt zitten. Dus nou, heel erg bedankt voor jullie. Missie geslaagd. Missie gebracht. Ik denk dat ik een puntje binnen heb. Dat denk ik wel. Helemaal goed. Nou, hartstikke bedankt voor de rondleiding. Zonder jou had ik het sowieso niet gevonden. Beetje hulp. Ja, dat moet altijd kunnen. Nou, ik hoop dat je het ook leuk vindt. Volgende keer een duimpje omhoog achterlaten. En kan je ook nog abonneren op het kanaal. Dan kan je nog veel meer leuke vlogs zien. En zie ik je volgende week weer met een nieuwe challenge. Doei!